Opgave 16. Een automobilist moet voldoende afstand houden tot de auto die voor hem rijdt. De veilige afstand kun je berekenen met de vuistregel A van afstand is 0,05 V² plus 0,28 V. En A is de veilige afstand in meters, V is de snelheid in meters per seconde. Dat is belangrijke informatie, want soms krijg je bijvoorbeeld de afstand in kilometers, of de snelheid in kilometer per uur, en dan moet je zorgen dat je op tijd omrekent. Oké, vraag A. Hoeveel neemt de veilige afstand toe als je de snelheid verhoogt van 12 meter per seconde tot 20 meter per seconde? Eigenlijk staat dat de snelheid is eerst 12, dan is de snelheid 20, en wat is het verschil in A? Nou, dan vul ik eerst V12 in de formule in, 0,05 keer 20 in het, 12 in het kwadraat plus 0,28 keer 12 is 10,56 meter. Dus de A is 10,56 meter. Dan gaan we de snelheid verhogen naar 20 meter per seconde. Hij gaat dus harder. Ja, en als je harder rijdt, dan is het verstandiger om verder uit elkaar te rijden. Nou, eens kijken of de formule dat antwoord ook geeft. Als je dit uitrekent met je rekenmachine, dan kom je op 25,6 meter uit. Je ziet, het is verder. En nu moet ik het verschil tussen deze twee hebben, want hier is een toename. Dus de toename is het verschil tussen die twee. En dan kom je op 15,04 meter. Dus hoeveel neemt de veilige afstand toe als je de snelheid verhoogt? Nou, met 15 meter ongeveer. En vraag B. Bereken de veilige afstand bij een snelheid van 25 meter per seconde. V is 25. Nou, weer in de formule invullen. Dit kun je handig met je rekenmachine doen. Hè. Steeds de vorige berekening nemen en dan 25 invullen. Dan kom ik op 38,25 meter uit. Oké, dan gaan we naar vraag C. Arie die moet plotseling remmen, maar kan een botsing niet voorkomen. Hij meet een remspoor van 16 meter. 16 meter en hij heeft een botsing. Dus de afstand die hij ertussen had, die was niet genoeg. Oké, onderzoek of Arie meer of minder dan 50 km per uur reed. Nou, daar waarschuwde ik jou voor. Hier heb je een snelheid van 50 km per uur. Maar de formule die wil alleen maar meter per seconde hebben. Nou, bij natuurkunde leer je dan het trucje keer 3,6 gedeeld door 3,6. Ik kan dat niet onthouden. Ik reken het vaak opnieuw uit. Dus ik maak even een verhoudingstabel. Ik heb 50 km per uur. Ik moet naar meter per seconde toe. Nou, 50 kilometer, kilometer betekent 1000. Dit is 50.000 meter. En een uur, moet ik uitrekenen hoeveel seconden daarin zitten. Nou, een uur heeft 60 minuten. En elke minuut heeft 60 seconden. Dus een uur heeft 3600 seconden. Nou, kilometer per uur betekent het aantal kilometer in 1 uur. Meter per seconde betekent het aantal meter in 1 seconde. Dus ik moet naar 1 seconde toe rekenen. Dus dan moet ik 3600 delen door 3600, komt er 1 uit. Dus dan moet ik ook 50.000 delen door 3600. En dan denk ik, oh ja, ik had gedeeld door 3,6 kunnen doen. En als je dat uitrekent met de rekenmachine, komt er 13,89 uit. Dit is afgerond, want het is 13,88888. Al maar door. Oké, nu ga ik in de formule, ga ik voor V, ga ik 13,89 invullen. En dan ga ik kijken wat de veilige afstand is bij deze snelheid. 0,05 keer 13,89 in het kwadraat. En dan kom ik op een veilige afstand van 13,5 meter uit. Nou, hij had een remspoor van 16 meter. En dat was niet genoeg, want hij had een botsing. Bij 50 km per uur is de veilige afstand 13,5. Dus als hij 13,5 meter ertussen had, dan had hij geen botsing gehad. Nou,
Hij heeft er 16 meter tussen en hij heeft een botsing. Nou, dan moet hij harder gereden hebben dan 50 km per uur.